Oh, ik heb toch net een kerel gezien in de herberg. Daar word ik helemaal koud van. Rilletjes op mijn rug. Sta, moet ik kijken. Moet mijn dweilhandschoen op me gaan. Staat ik de bedden op te maken? Steekt hij zijn hoofd om de hoek van de deur? Ik denk, oh, wat een taartje, wat een taartje. Ik moet gewoon bedenken hoe ik wat dichter bij de man kan komen natuurlijk. Laat dat maar aan een Colombientje over. Die weet daar wel wat op. Zeg, laatst was ik in New York. Daar hebben ze van die grote genoegen, ja. Maar ik liep daar een beetje te landen, Maltrap. En het krioelde van de politie en daar brandweer. En wat bleek nou? Het gebouw stond in brand. Op de bovenste verdieping was een schone dame. En die liep daar heen heet rennen. Ik zeg tegen die agenten, ga eens even opzij. En tegen die brandweerlieden ook, ga eens even opzij. Ik ga onder dat raam staan. En ik zeg, dame. Dame. Gossie, meneer Capitano. Ik struikelde omhoog, geloof ik. Van welke verdieping komt u? Ja, ja. Weet ik toch helemaal niet waar ik over ga. Kijk, een balk. Je ligt daar nou een balk neer, midden op het plein. Ik begrijp al hoe het gebeurd is. Ik kwam natuurlijk gewoon aanlopen en toen. Ja, dat zo? Oh, ja. Het staat niet dat ik niet prachtig moet. Ik ben gewoon weer helemaal duizelig. Oh. Toch is dat levensgevaarlijk, hè? Zo'n balk. Stel je voor dat er een oud vrouwtje aan komt lopen. En die kijkt wat naar boven, naar de vogeltjes. En die komt... Ja, ho, ik moet er niet aan denken, oude vogeltje. Ging dat even lekker? Als ik wel heb, gaat de liefde van een man door de maag. Dus, Colombien, even naar de markt, even iets lekkers ophalen, goed flesje wijn erbij. Wat is het verschrikkelijk warm. En dat ik, eigenlijk als kleine zelfstandige, zo ver moet komen dat ik voor een ander het gras moet maaien. Oh, verschrikkelijk. Met dit weer. Oh, wat een dorp. Er is ook niks te beleven waardoor ik het een en ander kan ritselen. Ik denk dat ik dan maar even... Ja, Colombina! Wat ben je vrolijk! Ja, er is ook... Ik ga naar de markt, ik heb een boodschappenbriefje bij me. Er is een gast in de herberg. En wat? En hij is mooi. Hij is prachtig en hij is volgens mij ontzettend rijk. Oh ja! Oh! Oh, pardon. Maar ik moet nu gewoon gaan naar de markt. Ja. Want anders dan is Celestina... Ja, je moet naar de markt. Ik zie je nog wel, hè? In de herberg. Een rijke, knappe kerel. Oh, het is eigenlijk mijn geluksdag opeens geworden.
Oh, ik heb nog iemand beloofd om dat gras te maaien. Oh, hoe kom ik daar nou vanaf? Harlekino. Harlekino. Ah, Harlekino! Wat zie je eruit? Ga zitten. Ga zitten. Ga zitten. Op deze bank. Oh. Oh. Oh, je hebt de appelopetitis. Je hebt de appelopetitis. Wat een geluk dat ik daar een goed oog voor heb. En laat ik nou ook toevallig het medicijn ervoor hebben. Ik ga al even naar de... Nee, blijf zitten, blijf zitten. Blijf zitten, jonge vriend. Oh, hier staat het al. De gebruiksaanwijzing. Oh, het is al... Oh, het is besmettelijk, jouw ziekte. Oh, wat... Nee, blijf maar. Waar heb je anders goede vrienden voor? Even kijken. Alleen in te nemen na het gras maaien. Ook toevallig. Kijk eens. Wat? Kijk. Gras maaien. Gras maaien. Oh, en het moet snel gebeuren. Staat hier, ja, snel. En daarna koelt ze het weer. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Beetje opschieten, hè. Ja. Maar ze is ook veel te lang, hè. Dat ze dat nu eerder gemaakt hebben. Ja. Ja, het is wel. Nee. Ja. Oh, ja. Homa. Prima. En breng even het langs. Ja, daar komt het van. Maar dan moet je dus op dit ook heel goed voor. Heb ik, heb... ik moet naar de herberg. Er is, ik heb haast. En neem dat mee naar je meester, pantalonen. Had een kilo. Vandaag, mensen, wie wilde een visie? Nou, komt u maar, staat u niet te dringen, ja? Schoteltjes, schelvis, zout en zure haring. Zout haring uiteraard met eitjes natuurlijk. Nou, komt u maar, mensen. Hallo, Celestien. Ah, kom een windje. Wat zal het zijn vandaag? Ik wil die hele grote, dikke school. Die hele grote, dikke. Zo, voor jou alleen? Ja. Juist, ja. Ingepakt? Graag, want dat neemt zo moeilijk mee, hè? Alsjeblieft, meid. Dankjewel, hoeveel is dat? Het is 2,50, omdat jij bent. Alsjeblieft. Dank je. Je vindt het wel goed als ik nog ietsje later terugkom naar de herfst? Wel, ja, meid. Of heb je het te druk? Laat me zitten. Ik red me wel. Hartstikke bedankt. Ik zie je vanavond. Vis, verse vis. Een scholletje? Nee, niet vandaag. Een zaterhaling? En een pot. Ja? Oh nee. Is de andere niet. Oh, krijgen we dat weer? Als we het over putten hebben, dan hebben we het natuurlijk over water. Ja. Het is dinsdag. Celestine staat op de markt. Net zoals altijd. Celestine, wat toevallig dat ik je hier weer tegenkom. Doctor, wat toevallig dat je toch iedere dinsdag komt. Ja, hè? Ik was namelijk net bezig met een verhaal te schrijven over water en wat daar zoal in leeft. Ach, god alweer. En ik zou willen vragen, geef me een pondje rode zout.